Hier hebben we een origami. En dan hebben we van een optische illusie gemaakt. Van een trap. En dan zijn er nog andere optische illusies. Van een ladder. En dan hebben we hier een mannetje gemaakt op Publisher. Op de computer. En we moesten ook een draadje tekenen. En dan hebben we hier onze naam getekend in onze eigen lettertype. En we moesten dat uitprinten op onze eigen t-shirt. In het derde jaar starten zij eigenlijk een beetje overlappend met hetgeen dat we nu mee eindigen. Dus een eindwerkjes die we gaan maken, vooral wat betreft het ontwerp. In het derde jaar is de bedoeling dat zij dat ontwerp uitwerken op de pc en uiteindelijk effectief gaan verwerken op een drukpers. Zij moeten toch wel een beetje de know-how hebben en de attitude hebben van gemotiveerd te zijn en toch wel fijne motoriek en toch wel een stukje creativiteit die heel belangrijk is in deze richting. Je kan na het zesde middelbaar gerust op de arbeidsmarkt terecht. Het is een knelpuntberoep. Het beroep van drukker, voorbereider en dergelijke in de grafische. Dus er zijn sowieso toekomstplannen voor deze mensen.